Examentraining HVO 5, rek en spanning. En ook voor de onderwerpen rek en spanning geldt dat het wel onder het HVO 5 examenprogramma valt, maar niet onder dat van VWO 6. We gaan deze twee begrippen verder bekijken aan de hand van een voorbeeldopgave. En daar hoort een stukje tekst bij en daar hoort een, een plaatje bij. En de, in de tekst staat dat we gaan kijken naar een composiet. En dat is een materiaal met vezels erin. En van dat composiet wordt met een trekproef een spanning-rekdiagram gemaakt. En het spanning-rekdiagram is weergegeven in de figuur. Wat wordt de vraag? Nou, de vraag is als volgt: Bepaal de elasticiteitsmodulus van het composiet, van dit materiaal. En uh, ik heb dik uh, weergegeven het woord bepaal, want dat is natuurlijk een, een, een sleutelwoord voor ons. Met bepaal weet je al dat je iets moet gaan doen in, uh, in die grafiek. En we moeten de elasticiteitsmodulus uit die grafiek zien dalen. De elasticiteitsmodulus is gelijk aan de spanning gedeeld door de rek. En de spanning kan ik op de y-as aflezen, en de rek kan ik op de x-as aflezen. En we hebben hier te maken met een rechte lijn. En dan weet ik eigenlijk al dat we hier te maken hebben met het, uh, het elastisch gedeelte van uh, de trekcurve. Voor het elastisch gedeelte van de trekcurve geldt eigenlijk dat die elasticiteitsmodulus gelijk is aan de stijlheid. Van mijn grafieklijn. Dus eigenlijk is de vraag anders geworden. Bepaal de stijlheid van deze lijn. En uh, dat kan ik natuurlijk uh, heel netjes doen. Ik uh, pak mijn geodriehoek erbij. Ik maak een lekker grote driehoek. Ik maak hem maar meteen zo groot mogelijk. Iets kleiner is uh, in principe ook goed, maar maak niet een heel klein driehoekje, want dat kost jou een punt. Dan ben je niet nauwkeurig genoeg bezig. Ik maak hem lekker groot. Ik hou mijn geodriehoek verticaal. Ik trek uh, mijn lijn. Waarmee ik dadelijk die waarde kan aflezen. En die waarde blijkt 0,020 te zijn. Een rek van 0,020. Nou, dan ga ik kijken welke eh, spanning daarbij hoort. Weer een hulplijntje. En ik lees af een spanning van 1,25. En dan moet ik natuurlijk even goed opletten. Want eh, in, op de i-as staat er nog wel tussen haakjes bij. Gigapascal. Ik heb nu die twee waarden. En met die twee waarden kan ik vrij eenvoudig de stijlheid berekenen. Uh, door ze gewoon in te vullen. En dan krijg ik dat de elasticiteitsmodus gelijk is aan uh, 1,25 ja, gigapascal. Giga is 10 tot de macht 9. Als je het vergeten bent, het staat altijd in een van de eerste tabelletjes van BINAS. Dus je kunt het altijd nog even opzoeken. 1,25 de macht 9 gedeeld door 0,020 is 62,5 gigapascal. Maar dan moet ik even opletten. Want uh, die uh, rek, die weet ik maar op twee cijfers nauwkeurig, significant. Dus mijn antwoord moet ook in twee cijfers significant. Dan komt eruit 63 gigapascal. En je ziet dat de elasticiteitsmodulus dezelfde eenheid heeft als de grootheidsspanning. En dat heeft ermee te maken dat uh, de rek eenheidsloos is. Want de rek is eigenlijk niets anders dan een verhouding. Even kijken, geef ik antwoord op de vraag. Ze vragen elasticiteitsmodulus. Uh, ik geef iets wat de elasticiteitsmodus zou kunnen zijn. Ik heb een eenheid erachter gezet en ook nog eens de goede. En ik heb rekening gehouden met de significant cijfers. En ik heb deze vraag klaar. Tweede vraag in deze opgave, dus de tweede vraag die ook gaat over uh, dit uh, composiet, is uh, de volgende. We krijgen eerst nog een stukje uh, tekst ertussen. Wat staat er in die tekst? Uh, dat we uh, werken met een strookje en zo'n strookje noemen ze een trekstaaf. En dat de doorsnede van zo'n zo trekstaaf 40 vierkante millimeter is. De vraag die we gaan oplossen luidt: Bepaal de kracht die nodig was om de trekstaaf een relatieve rek te geven van 0,010. En wat betekent dat nou ook alweer? Dat betekent eigenlijk dat uh, die trekstaaf 1% langer wordt. Welke kracht hebben we daarbij nodig? En dan hebben we natuurlijk een, nou, een probleem, zal ik het niet noemen, maar uh, we kunnen de kracht natuurlijk niet aflezen in uh, dit diagram, want op de i-as staat niet de kracht, maar de spanning uitgezet. Maar die spanning, die kan ik wel aflezen. Ik kan wel al aflezen welke spanning er hoort bij een rek van 0,010. En hier geldt hetzelfde als bij alle andere bepaalvragen. Laat heel duidelijk zien wat je afleest in de grafiek. En ik ga dat ook doen. Ik ga namelijk uh, met mijn geodriehoek een net verticaal lijntje zetten ter hoogte van 0,010 op de x-as. En ik ga kijken welke eiwaarde daarbij hoort. En ik laat heel duidelijk zien aan degene die mijn werk nakijkt hoe ik aan die waarde ben gekomen door twee hulplijntjes te stippelen. 0,62 gigapascal is de spanning die hoort om een rek te krijgen van 0,010. Maar ze vragen hier niet om de spanning te bepalen maar de kracht te bepalen. En om dat te kunnen heb ik dus nog een, een formule nodig waarmee ik van, kracht, oh sorry, van spanning naar kracht kan. En die formule die ziet er zo uit. Want de spanning is gedefinieerd als uh, de kracht gedeeld door het oppervlak. En die ga ik even omzetten, want ik wil hier de kracht weten. En de spanning heb ik net afgelezen en het oppervlak is gegeven. Dus als ik, als ik de formule omzet, krijg ik deze formule. En dan moeten we wel even opletten, want er zit een heel klein addertje onder het gras. Dat oppervlak, dat moet in een formule altijd in vierkante meters. En de doorsnede van de trekstaaf is hier gegeven in vierkante millimeters. Dus dat moeten we even goed uh, in onze formule zetten. En we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat ook hier geldt dat op de i-as die waarden dat je die nog moet vermenigvuldigen met 10 tot de macht 9 met giga. Nou, als ik dat netjes doe, dan kom ik uh, uit op 0,62 x 10 tot de macht 9 x 40 x 10 tot de macht min 6 is 2,5 x 10 tot de macht 4 newton, ofteve, oftewel 25 kilonewton. Ik geef antwoord op de vraag. Ik heb er een eenheid achter gezet. En ik heb uh, gekeken naar het minst aantal significante cijfers in de, de meetwaarden. Die zijn 2. Dan moet mijn antwoord ook in 2. En de vraag is beantwoord.